Culturen Uur. Het programma waarin de aandacht besteedt aan kunst en cultuur uit onze regio. Wilt u eens bijdragen aan dit programma, dan kan dat. Stuur daarvoor een mail naar cultuur@amediagroep.nl en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dan gaan we nu beginnen met aflevering 30 van Culturen Uur. Bessel Woudenberg is stadsgids in Nijkerk. Deze week neemt hij u mee langs een aantal historische plekken in Nijkerk in het tweede deel van deze rondleiding. We staan hier op het Molenplein waar ooit de Oostermolen heeft gestaan. De Oostermolen was een van de eerste molens in Nijkerk en ook een van de eerste molens in Nederland. Je mocht pas een molen bouwen wanneer je van de hertog van Gelre het recht had op de wind. Dan pas mocht je de molen bouwen en datzelfde recht gold ook voor dijken. Je kan maar niet zo een dijk bouwen om je te beschermen tegen de toenmalige Zuiderzee. Nee, de hertog van Gelre wilde wel een flinke vinger in de pap houden. De meesten kennen hier nog wel de molenstomp van de oud-Nijkerkers en de jongeren in Nijkerk misschien ook nog wel. Maar wat men niet meer weet waarschijnlijk is dat aan de andere zijde van het huidige beeld, de molen dus, de eerste eierhal heeft gestaan. Die is in 1913 gebouwd, maar doordat er bij de eieren heel veel met houtwol en dergelijke wordt gewerkt, om de eieren een heel bestaan te geven, is de eierhal in 1920 al afgebrand. Een aantal jaren later, 1928, is de nieuwe eierhal gebouwd en geopend door minister Kan, minister van Landbouw. En minister Kan is de vader van Wim Kan, cabaretier. De ouderen van Nijkerk kenden die ongetwijfeld nog wel van de oudejaarsshows. Die eierhal die is aan de andere zijde, bestaat niet meer als zodanig. Maar wel is het dak na de renovatie van het plein behouden gebleven. En dat is nog het enige wat van het molenplein, het oude molenplein, nog zichtbaar is. Het overige wat het molenplein betreft moeten we hebben van de plaatjes. De eierhal is tot 1975 nog als zodanig in gebruik geweest. En er werden miljoenen eieren verhandeld. Ik zeg wel eens, de eieren werden gelegd in Barneveld en verhandeld in Nijkerk. De stenen die je daar ziet, die stenen die doen nog herinneren aan de eierhal. Na 1975 is het nog in gebruik geweest voor alle andere activiteiten, zoals Koninginnedagvieringen en dergelijke. Maar beter bekend is dat de eierhal lang in gebruik is als het winkelcentrum Molenplein. Albert Heijn heeft hier gevestigd voordat ze naar de Vrieswijkstraat gingen. Momenteel is het pand leeg en het idee is om dat weer opnieuw te verhuren. Waar de molen stond, is nu een beeld wat doet herinneren aan de molen. Het beeld, het vrouwtje in de wind. Wind, dat is dus echt iets waar de molen afhankelijk van is. In Nijkerkse klederdracht. De gebouwen hier omheen, met name aan de zijde waar Albertos zit en dergelijke, lijken nog op de gebouwen zoals die waren voor de renovatie. Dus op de oude gebouwen die afgebroken zijn. Het terrein is geheel onderkelderd, zodat er ook veel parkeervoorzieningen gekomen zijn. Omdat achter het gebouw van Alberto's een supermarkt gevestigd is. En een supermarkt is gebaat bij veel parkeerplekken. We staan hier bij het weeshuis van Nijkerk. In 1636 is er een behoorlijke vreselijke pest in Nijkerk geweest, waar veel doden vielen. En dat heeft geleid tot veel wezen. Dat is de reden geweest om een weeshuis te stichten. Aan de linkerkant van de voordeur van het weeshuis zie je een aantal namen staan van personen die tot het initiatief gekomen zijn om een weeshuis te stichten. Dit weeshuis is niet van 1636. In eerste instantie werden de wezen opgevangen bij particulieren thuis en later in een pand aan de Verlaat. Maar in 1860 is dit pand gebouwd en de stichters van het pand, de namen daarvan, die staan aan de andere zijde van dit gebouw. Dat waren dan ook de eerste regenten van het weeshuis.
Het weeshuis, dit gebouw, wordt nog steeds bestuurd door regenten, zoals dat toen al in de statuten is opgenomen. Bekend is ook nog in originele staat de regentenkamer in dit gebouw. Bovenaan zien we twee kinderen afgebeeld staan, een jongetje en een meisje. Dat waren de eerste wezen van, die in dit pand kwamen. Maar men wilde dus eigenlijk een jongetje en een meisje, maar ze hadden maar twee jongetjes die ze daarvoor beschikbaar hadden om te schilderen. En daardoor hebben ze één jongen verkleed als meisje. Zodoende heb je nu het jongen en het meisje. Het pand is in de Renaissance stijl gebouwd. Typeerde in hetzelfde jaar als ook huizen Arkemeen gebouwd is en huizen Sint-Jozef, allen in 1860 en alle ongeveer in dezelfde stijl als dit pand. Boven in het pand, in de fronton, zien we de woorden staan particulier gereformeerd burgerweeshuis. Dat gereformeerd wil niet betekenen dat dat van de huidige gereformeerde kerk is, maar in 1860 was er nog één protestantse kerk in Nijkerk, de huidige hervormde kerk. Maar de protestanten werden dan ook vaak aangeduid als gereformeerd. Dit gebouw is in 1972 veranderd van karakter, dus niet meer als weeshuis, maar tot nu toe nog altijd wel in gebruik door instanties die zich inzetten voor de jeugdzorg. Vaak wordt gedacht dat het economisch centrum van Nijkerk, waar de markt en dergelijke is, op het plein altijd geweest is. Maar dat is niet zo. Tot 1789 was de markt hier op deze plaats, op de Oosterstraat en op het Molenplein. En zelfs tot 1621 was de markt op zondag. Dat was handig voor de boeren, want dan konden ze eerst hun producten verkopen, daarna naar de kerk en daarna naar de Roskamp om een borreltje te drinken. En dan vervolgens weer naar huis, zodat je dan weer 6 dagen in de week weer op het land kon werken. Toen in de botermarkt was ook hier gevestigd. Dat is een pand waar nu de horlogewinkel zit. En voorheen zat daar Roodbeen, wel bekend. Dat was een open markt. Daar werd de boter verhandeld. De eieren in de eierhal, hè, waar we het al eerder over gehad hebben. Maar hier in de Oosterstraat, wat nu de Oosterstraat is, daar was de koehandel, de veehandel. En ook de goederenmarkt werd op maandagmorgen gehouden hier op deze plaats. Als we door deze winkelstraten lopen, we gaan straks het Singel op, dan adviseer ik altijd als je door winkelstraten in centra loopt, kijk niet horizontaal, want dan zie je alleen maar Hans Anders, Zeeman, Wibra, Kruidvat en dergelijke staan. Nou, dat straatbeeld is in elke plaats wel bekend. Maar kijk iets hoger, naar de eerste etage of hoger, dan zie je vaak de karakteristieke panden zoals die onder andere ook in de binnenstad van Nijkerk hebben gestaan. We staan hier voor een winkelpand waarvan je zegt, is daar iets historisch aan? Nee, dat is dus niet zo. Maar in het verleden hebben hier wel een paar hele mooie panden gestaan. De foto's laten nog zien hoe mooi die geweest zijn. Aan de zijde van de Kloosterstraat heeft een postkantoor gestaan. Maar later is het in gebruik geweest als pastorie van de protestantse grote kerk. Een van de laatste dominees die daar gezeten heeft is dominee Koele. En daarnaast was een vereniging in het midden, een verenigingsgebouw, een iets lagere pand. Daar had de protestantse grote kerk gelegenheid voor verenigingen en catechisaties. En daarnaast een pand waar een tandarts gezeten heeft. Al deze panden die zijn ongeveer eind 60er jaren van de vorige eeuw afgebroken om plaats te maken voor een pand van de Rabobank. Geen mooi pand, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar deze winkeliers die er nu in zitten, hebben daar toch wel iets meer smoel aan gegeven. Aan de andere zijde van het plein staan nog wel een paar mooie historische panden. Eén daarvan is nummer 8, waar nu restaurant Eet zit, 8. Waar voor de oorlog de burgemeester van de Kluiven heeft gewoond. De opvolger van Van Renen. Deze burgemeester heeft een lantaarn aangeboden gekregen. Die werd voor zijn woonhuis geplaatst, want hij moest hem kunnen zien. Die lantaarn is vanwege een renovatie van het plein verplaatst en staat nu voor het Waaggebouw. Op het Marktplein was dus na 1789 de veemarkt, tot 1979.
Toen is de veemarkt gestopt. Maar in de periode dat nog een bloeiende veemarkt was, stond het hele marktplein en ook de zijde voor het Waaggebouw vol met koeien. Het was een van de grootste veemarkten van Nederland. Ook werd twee keer in het jaar op deze plaats een paardenmarkt gehouden. Dit boerenmaandagbeeld is niet het enige wat ons doet herinneren aan de veemarkt. Jaarlijks wordt er nog de boerenmaandag gehouden. De derde maandag in april. Dan is er eigenlijk best wel een groot volksfeest. En de meesten die daar komen denken dat tijdens de veemarkten de boeren alleen maar kwamen om in het café een borrel te drinken. Dus dat hebben ze dan onthouden wat betreft de boerenmaandag betreft. Dus er wordt die dag al van 's morgens vroeg tot 's avonds laat stevig wat ingenomen. Dat is wat de meesten zich doen herinneren aan de boerenmaandag. Gezellig bij elkaar komen en stevig drinken. Dit Waaggebouw dateert van 1904, maar daarvoor was er ook wel een Waaggebouw. Dat was geplaatst daar bij de grote kerk waar voorheen de Ronde Zeven stond. Maar in 1904 is hier een houten gebouw geplaatst, een Waaggebouw, bedoeld voor het wegen van vee, graan, aardappelen. En later, halverwege de vorige eeuw, is het een stenen gebouw geworden. Dit Waaggebouw is niet meer als zodanig in gebruik. Het heeft nu een andere functie, bij de meesten bekend als pannenkoekenhuis, maar ook als restaurant en winkel, voormalig ANWB-kantoor enzovoorts. We staan hier bij het pand van de familie Jacobsen. En wat ik er op dit moment daarvan wil zeggen is dat het heel bijzonder is dat het aan de zijkant de gevel schuin aan de voorzijde staat. Dat heeft te maken met de perceelsgrenzen en die kun je zien aan het straatbeeld. Er zijn van die grijze stenen gebouwd of gelegd. Die geven de perceelsgrenzen aan. En dit pand is gebouwd precies, wat de rechterkant betreft, op de perceelsgrens. En waarom is die dan niet rechthoekig of vierkantig gebouwd? Dat heeft weer te maken met de stadsgracht, Stadsbeek, de brede beek die hiervoor ligt. Om hem parallel of gelijk met die beek te laten lopen, is de voorgevel dus gebouwd zoals die gebouwd is. En dat geeft dus dat is de oorzaak, dat feit dat het zo bijzonder is dat de zijgevel schuin is. Bij Wartsaart in Barneveld zijn verschillende kunstobjecten te zien. Zo ook een aantal gemaakt van metaal. Initiatiefneemster Simone Gielen vertelt ons meer over de kunstenaar die deze bijzondere creaties maakt. Ik ben voor mijn winkel altijd op zoek naar kunstenaars die net weer iets anders hebben. En ik had nog niet iemand die met metaal werkte, dus ging ik op zoek naar een metaalkunstenaar. Nou, die heb ik gevonden. Ik weet nog zo goed dat ik bij hem thuis kwam en een kleine tussenwoning, dat ik dacht van nou, ik weet niet wat ik hier moet vinden. En daar stond in het raam een heel groot tweespan van metaal. En de foto stond ernaast, hij had hem van de foto gemaakt. Ik wist niet wat ik zag. Je herkende de paarden, je herkende de koetsier, de neus. Prachtig werk. Toon is een hele bescheiden man. Hij heeft Dutch steel art en maakt allerlei verschillende dingen. Zo maakt hij deze prachtige paarden. Hij maakt kippen, maar ook raamobjecten. Het is een kunstenaar in hart en ziel. Als je hem hoort vertellen, dan zegt hij, ik wil dat mensen genieten. En hij gaat in allerlei sferen. Stel, hij neemt een foto. Dan gaat hij die foto eerst tekenen. Daar haalt hij de donkere en de lichte vlakken uit. Dat snijdt hij uit. Ik zie er dan werkelijk nog helemaal niets in. En vervolgens brengt hij dat naar zijn toen kleine werkplaats. Een schuurtje waar hij je kont niet kan keren. Zo klein was het, waar hij net zo kon lopen en dan snijdt hij dat met een, ik geloof dat dat plasmasnijder heet, snijdt hij dat helemaal uit.
Vervolgens wordt het natuurlijk bewerkt. Het wordt in een heel klein hoekje wordt het gespoten. En dan krijg je dit soort objecten. Of je krijgt uithangborden. Wat maakt hij nog meer? Windwijzers. Het is een bijzonder begnadigd man. Ik denk dat je het zo mag zeggen. Inmiddels heeft hij een iets groter atelier. En daar wilden jullie nu wat van laten zien. Op dit moment in een paardenkamer waar hij zijn atelier heeft. Ja, en dan heb je kunstenaars, die worden natuurlijk geïnspireerd. En dus is hij van hoefijzers allerlei leuke objecten gaan maken. Dit zijn natuurlijk dingen om neer te zetten, maar hij heeft ook prachtige kandelaars die hij daarin verwerkt. Dat hij daar meer ruimte heeft, kan je ook zien, want hij maakt nu ook grotere objecten. Als je wat bijzonders van deze meneer wil, kijk dan vooral bij hem bij Dutch Steel Art of kom naar What's Art in Barneveld. We kunnen je er alles over vertellen. Nooit meer spertijd. Een project van het schrijfgenootschap Barneveld is een boek geschreven door een 15-tal schrijvers en dichters met als thema 75 jaar bevrijding. Deze week wordt het 6e en laatste verhaal voorgelezen door wethouder Hans van Dalen. Schoutensteeg 1. De Schoutensteeg in Amersfoort is een steeg die haaks op de muurhuizen staat en na een meter of 7 overgaat in een bruggetje dat uitkomt op de Zuidsingel. In 1940 stond daar één huis. De man die er woonde reed met paard en wagen voor van Gent en Loos. Sleuper noemden de mensen hem, Amersfoort voor sleper. Zelf vond hij expediteur, chique klinken. In de zomer van 1942 hing er in zijn kelder een half varken en op de hooizolder boven de stal lagen spullen van onderduikers verstopt. Dit laatste wist zijn vrouw niet, omdat ze anders van angst geen leven meer zou hebben gehad. Ook zijn twee jongste kinderen had hij het niet verteld. Alleen zijn oudste dochter had hij in vertrouwen genomen. Op een dag stonden er Duitse soldaten voor de deur. Waarschijnlijk waren ze getipt. De dochter, een meisje van 16, deed open. Haar vader was op expeditie. Haar moeder zat in de huiskamer, bang te zijn. De soldaten doorzochten het huis. De spullen op zolder vonden ze gelukkig niet. Het halve varken wel. Toen een van de Duitsers zich richting kelderdeur begaf, ging het meisje daar met haar armen wijd voor staan. De soldaat duwde haar niet aan de kant, hij riep zijn officier erbij. Zou hij dit ook gedaan hebben wanneer het meisje niet de magische leeftijd van 16 jaar had gehad? De leeftijd waarop jongens en meisjes geen kinderen meer zijn, maar ook nog geen mannen en vrouwen? En had de officier op zijn beurt zijn baas gebeld, als er geen zij was geweest maar een hij? En in hoeverre hebben de leeftijd en het geslacht van deze heldin een invloed gehad op de gebeurtenissen? Maar ook, hoeveel Nederlandse meisjes van 16 zullen er zijn geweest die in de oorlog van een Duitse officier durfden te eisen dat hij zijn commandant belde? Om die commandant vervolgens zelf aan de telefoon te spreken te krijgen? Ze zei hem dat er een half varken in de kelder hing en dat ze niet wilde dat de soldaten het meenamen. De commandant liet zijn officier weten wel de kelder te moeten doorzoeken, maar het halve varken moest hij laten hangen. Het radioprogramma Kantudent organiseert maandelijks in Barneveld Kantudent Sessions. Althans, dat gebeurde voor corona. Nou, als het weer zover is, dan zal het vanzelf weer opgestart worden. Maar voor nu bieden wij een alternatief. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
They call me the breeze. I keep blowing down the road. Well, they call me the breeze. I keep blowing down the road. I ain't got me nobody. I won't carry me no load. Nobody's hiding from me. I got a green light, baby. I gotta keep moving on. Well, I got a green light, baby. I got to keep moving on. Well, I might go out of California. Might go down to Georgia. I don't know. Makes me feel right at home. But I don't love me no more woman, so I can stay in Georgia long. Well, they call me the breeze. I keep blowing down the road. Blowing down the road. I ain't got me nobody. I don't carry me no load. Said if I'd ever deceived her, she'd be gone before I could count 10. I guess that I didn't believe her, for look at the trouble I'm in. She's gone, gone, gone,
gone, gone, gone. Cried, won't bring her back. The more that I cried, the faster that train keep rolling down the track. When I lost the love one I found, she said she'd be gone, and then she left me before my first tear hit the ground. She's gone, 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 gone. Crying won't bring her back. The more that I cry, the faster that train keep rolling down the track. I wish that I knew where to find her. Man, I'd crawl back on my hands and knees. Each tick of the clock is a reminder that she's 1 second further from me. She's gone, 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 gone. Crying won't bring her back. The more that I cry, the faster that train keep rolling, rolling down the track. Keep rolling, rolling down the track. Keep rolling, rolling, rolling down the track. De chauffeur van onze rondje regenauto kon het weer niet laten. Deze week nemen we een kijkje in de Nijkerkse wijk Hazenveld. Thank you.
daarmee komen we het einde van deze uitzending van Cultuurdeur. We maken het programma met een kleine groep vrijwilligers, maar we hebben hulp nodig. Dus wilt u meewerken door zelf opnames te maken, redactiewerk te verrichten of iets anders samen met ons? Dan kan dat. Stuur daarvoor een mail naar talent@aemediagroep.nl. Dat was het dan voor nu. Volgende maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Cultuurdeur. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.